JJ Ruijs, met Jordi Simon, met Rick Verhoeven, met Marijn van Lid, met Tijen van Hatten, met Job Steiner, met Tim Kokus. En als laatste hebben we daar nog met Jamin Kemp, 6 en 7 jaar. En zijn vertrouwen groeit die aan, maar die heeft die goede start richting die eerste bocht, die ook zo belangrijk die eerste bocht, waar hij nu op kop wil zitten. Het is daar een zij aan het zijn, maar ik denk dat 163. JJ Ruijs, hij is koppositie in het pak. Moet hij er net voor Jordi Simon een klukken of duurtje aan, gaat op die tweede plaats. Over de derde plaats zien we dan het bordje voor de bijrijders op die derde plaats aansluiten. Gaan we zo kijken, dat is denk ik geweest Merlijn van Lid op die derde positie. Gaan we kijken naar die koppositie hoor, nog steeds in handhaven van JJ Ruijs, moet hem opgepassen. Daar komt dat aanvalletje binnen door van Jordi Simon, die nu dan toch probeert hier richting de laatste bocht die koppositie over blijft nemen. Komt het ijsbeentje, dit is die derde plaats, die is voor Marijn van Lid. Die koppositie, die blijft in handen van Jordi Simon, net voor JJ Ruijs.